Ik heb nog een klein beetje hash, maar mijn peuken zijn op. Dus ik kan niet blowen en niet roken. Heel de dag in het huis zitten en dan niet blowen. Ik heb de afgelopen dagen diamond painting gedaan. Dit is diamond painting. Het is een olifantenfamilie. En het glinstert een beetje natuurlijk, want het zijn allemaal van die steentjes. Diamantjes van plastic gewoon. Hier zit ook zo'n plaat onder en die geeft licht. Kijk, en dan kun je duidelijk zien welke steentjes nog gelegd moeten worden. Het is allemaal één kleur, die heb ik bijbesteld. Die komt binnenkort binnen en kan ik hem goed afmaken. Kijk, je ziet aan deze schilderij dat er moeite is ingestoken. Al deze steentjes zijn allemaal gelegd. Eén voor één. Suus heeft dit ding gekocht, maar ze heeft uiteindelijk niks gedaan. Uiteindelijk heb ik heel die schilderij lopen leggen. Ik ben bezig met een kleine logo-wijziging. Op mijn YouTube-account heet natuurlijk HolperNL. En dat NL moet er ook nog misschien in verwerkt worden. Weet iedereen dat ik uit Nederland kom. Als ik in Thailand ben. Niet heel belangrijk, maar daarom wil ik hem ook heel klein erin zitten. Omdat het niet heel belangrijk is. Kijk, in een ontwerpproces moet je altijd meerdere ontwerpen maken. Zodat je goed kan zien welke het beste past. Ik vind deze het mooist. Gewoon heel klein, subtiel. Het kan, hoeft niet. Ik laat hem even op me inwerken en dan zie ik het wel. Vaccinatie mag wel wat sneller gaan. Online bewerken we massaal onze selfies met filters om er goed uit te zien. Ik heb gisteren tegenlicht gezien. Ging over het schoonheidsideaal. En dat was interessant. Want ja, ik ben ook video's aan het maken. Zit ook een filter overheen. Dat ging heel erg over perfectionisme. En dat is wel iets waar ik juist niet voor kies. Ondanks dat ik wel gewoon een filter gebruik. En natuurlijk ook mijn video's manipuleer. Zodat het leuk is om naar te kijken. Tenminste, dat probeer ik. Ik laat niet alleen perfecte van mezelf zien, zeg maar. Die hele mooie foto's op Instagram. Dat iemand alleen maar één foto laat zien. Één frame. Perfect gepositioneerd. Perfect gemanipuleerd. En allemaal onder elkaar. Dus jouw brein, die gaat het verhaal afmaken. En jouw brein denkt, wat een perfect leven. Want voor de rest krijgt het brein helemaal geen context. Als jij 20 kilometer een berg opklimt voor een perfecte Instagram foto, dan kun je ook het zweet op je voorhoofd laten zien en daar verslag over doen. Maar vaak laten ze alleen maar die perfecte Instagram foto zien. Bovenop aan de berg, maar niet die k*treis die is genomen om die foto te maken. Ja, dus ik moet daarheen. Ja, ik mag erbij staan. Ja. Hallo, moet ik hier door het vieze gras heen? Dat is vies. Schat, het is gras. Ja, er ligt allemaal scheid. Het is niet zo dat ik tegen mooie Instagram foto's ben. Alleen het is wel nep natuurlijk. Dus achter een perfecte foto schuilt misschien wel een hoop onzekerheid. Als je alleen maar het perfecte van jezelf laat zien. Zo zie ik eruit zonder filter. Dus als ik naar Thailand ga, kan ik ook Instagram gebruiken en alleen mijn perfecte foto's uploaden. Alleen dan vind ik dat ik mijn opleiding te kort doe. Want in mijn opleiding moest ik altijd uit mijn comfortzone stappen. En uit mijn comfortzone stappen is niet me verschuilen achter een perfecte foto. Daar zou ik echt niet mee wegkomen. Dus mijn leraar zou zeggen dat is suf. Dat is niet spannend genoeg. Mensen die alleen maar mooie foto's maken. Ik ontvolg ze niet, maar ik dem ze. En als ik ze dan toch wil zien, dan klik ik ze aan en dan ben ik bewust van dat is nep, want anders had ik hem niet gedempt. En ik begrijp best, als mensen goed eruit zien, dat je daar gebruik van maakt. Je kan er maar beter gebruik van maken. Waarom niet? Als jij goed presteert in een neppe wereld, betaalt dat zich uit in de echte wereld.
Waarschijnlijk heb ik voor imperfectie gekozen, omdat ik mijn gezicht zo zie en mijn oren zo zie en mijn neus zo zie. Je moet natuurlijk gewoon de ontwerpkeuze maken die het beste bij jou past. Zo, ik was even bij ons ma. Kijk, mijn vlogs zijn eigenlijk fake en realiteit door elkaar vermengd. En daarom moet je het ook als fake beschouwen. Want je weet niet precies wat echt of nep is. En ik gebruik de echte wereld als mijn filmset. En voor de rest manipuleer ik een verhaal. Mijn vlog is eigenlijk ook een illusie. Maar geen perfecte illusie. I used to say I would sense me. Jij kan mijn schoenen afdoen, hè? Als ze Hoe jij nodig zegt. Een klein beetje aan het werk, moet je naar nergens. Jij bent hier het verwende nest, hoor. Moet ik nou een foto maken? Ja, wel mooi, hè?